De Mol Recap, aflevering 1. De Mol is begonnen op een plek in het zuiden en dus niet de bekende Belgische kustplek. Diksmuiden. 10 kandidaten die meteen wat geld verdienden terwijl Gilles de Koster converseerde met zijn ingebeelde vrienden. 1 kandidaat zei... Hallo, ik ben Coco. En ze meldde... Ik ga even een kaksje doen ofzo. Hier en hier werd er een high five gemapt en intussen vroeg Coco discreet... Hoe komt dat je alleen een bal hebt? Aan die boot zat ook een religieuze man, klem alom geprezen als... Messias van Hullegem. En deze bolle bosbengelde boven de boeg en wist alles over de bekende Italiaanse ploeg... Real Madrid. De eerste week is nu gedaan. Gillian die moet naar huis gaan. Hij besteedt zijn tijd kwaliteitsvol. Oké, quality time. Maar hij is dus niet de mol. De 10 kandidaten geraakten op de boot, maar dat ging niet bij iedereen zonder slag of stoot. Hoe lang Philippe daar bengelde, het is iets wonderbaars. En we mogen het zeggen... Mijn hazelnoten zien nu paars. Olijven werden uitgeschud, soms verkeerd. Dat was... Shit! Zoeken naar de mol met deze chicks, maar... Nee, er is niks. En roekoe, dat heeft niemand gezegd, nogthans. Ik vind dat uw gezicht iets weggeeft van een duif. Echt? We namen helaas afscheid van dit jochie. Hij moet terug naar Hullegem, want Hullegem is een heel levendige parochie. Hij verdween met de horizon, zonder pardon. Jammer, want... Ik ben 90% zeker, weet wie dat is. Ah, bon? De eerste week is nu gedaan. Gillian die moet naar huis gaan. Hij spendeert zijn tijd kwaliteitsvol. En ik ben zeker niet de mol.